Ivo van Ommen, het is voor jou de eerste keer dat jij een heel groot evenement van Almelo Events gaat organiseren. Winters Almelo. Wat houdt Winters Almelo in? Winters Almelo houdt dit jaar voor het eerst in een samenwerking tussen het sportbedrijf CAA en nog een aantal partijen. Dat we de hele maand december tot de maand Winters Almelo hebben omgedoopt. En daar gaan we een leuk feest van maken. Met een kerstparade, de Doelenkerstmarkt, de ijsbaan en nog veel meer. En het kersthuis natuurlijk waar we nu voor staan. Het kersthuis, de bedoeling is, dat wordt morgen wordt het ingericht. Er moet een mooie belevenis zijn met een kerstsfeer. En voor de kinderen workshops, voorlezers, et cetera. En natuurlijk gezelligheid rond op de markt hier met de schaatsbaan. Prima plek lijkt me en hartstikke leuk. Ja, want die schaatsbaan, dat gaat er ook een beetje bij horen, hè? Almelo on Ice. Ja, dat begint al heel snel. Ja, morgen wordt de schaatsbaan geopend, zoals ik begrepen heb, door het sportbedrijf. Is ook een curling toernooi voor bedrijven, dus bedrijven meld je aan, superleuk. Dan komt er straks nog een kerstkorenfestival. Dat is al vaker geweest, maar daar is dit jaar ook weer nieuw leven in geblazen. Wat houdt dat in? Ja, het kerstkorenfestival zal plaatsvinden op 17 december uit mijn hoofd. Er doen 9 koren mee. Op 3 verschillende podia in de stad met kerstliederen en er hangt ook een prijs aan, dat is echt een wedstrijd met de jury, vakjury, publieksjury. En op diezelfde dag zal ook de kerstparade zijn, dus dat geeft een grote belevenis in de stad. Daar komt de parade met de 3 koetsen en alle verschillende figuren en die zal ook verlicht zijn 's avonds. Dus de eerste parade om 1 uur is niet verlicht, de tweede parade om 4 uur is verlicht. En we zijn ongeveer om 16:30 in de Grote Straat. Dat wordt dus een prachtig festijn. En ja, hoe is het voor jou om dat te mogen organiseren? En kost het je veel tijd? Kijk je er naar uit? Ik ben al een jaar lang voorzitter van Almelo Events. En dit jaar voor het eerst ook de voorzitter van de werkgroep Winters Almelo. Het kost erg veel tijd. Nieuwe vrijwilligers zoeken. We hebben echt veel enthousiastelingen die meer gaan doen. Ja, er zit veel tijd in. Het kersthuis is dit jaar voor het eerst. En hopelijk volgend jaar gaan we het nog groter maken. Dus je hebt er zin in? Zeker. Hartstikke leuk.